Dag voetballiefhebbers, fijn dat u er weer bij bent voor deze Friday Night Food. Het b Betting Insights, programma van 11. Frank Boeks, die blijft nog altijd graag komen. Tenminste, Frank, dat veronderstellen we toch. Ja, <laughs> in, toch wel. Toch in, in elk geval blij. En uh, uh, dat je het nog altijd plezant vindt. En beste vrienden, het wordt al maar plezanter, want de playoffs gaan van start. De knikkers waarmee gespeeld worden, die worden al maar dikker. Het is money time. Absoluut. Het is uh, ja, doe hè, zoals ze zeggen in het voetbal. Of zo vaak uh, gezegd wordt: het is nu het belangrijkste moment waar alle ploegen naartoe gewerkt hebben. Uh, de ene staat er beter voor dan de andere. Maar nu gaat het om de centen en de Europese tickets. Want met die, met die Champions Play-offs met vier, ja, je kan je geen uitschuiver meer permitteren. Hè? Vroeger kon je nog zeggen: één match minder. Ja, inderdaad. Als er 18 punten te verdienen waren. Uh, ja, dan, uh, nu zijn er 18 punten te verdienen, sorry. Dan, uh, dan denk ik dat je inderdaad geen slechte start mag nemen, want dan gaat de druk alles maar groter worden. En met druk voetballen is niet iedereen gegeven. Uh, we beginnen met onze Clash of the Week, en dat is de Brusselse derby Union Antwerp. Uh, Union onze laatste Anderlecht. reguliere. Uh, an Union Anderlecht, mijn excuses. Uh, uh, Union, onze laatste reguliere competitiematch met uh, Forfecijfers. Uh, dat dat soort zaken uiteindelijk nog moet gebeuren. Want we gaan het hele verhaal niet meer doen. Maar, nee, maar gelukkig is er wel een, een, een beslissing gekomen uh, alvorens die playoffs aan te vatten. Dus uh, hadden ze die wedstrijd gewonnen, ja, dat weten we nooit. Dat gaan we nooit weten. Maar uh, de kans ontnemen om de punten te halen in de laatste minuut, dat is ook niet fair. Dus nu is er een beslissing. Iedereen weet wat dat geworden is. Ze hebben die punten gekregen. Uh, en nu weten we ook hoe de punten zijn voor de start. En dat is wel het belangrijkste in heel dat uh, trieste uh, verhaal. In de reguliere competitie waren ze twee keer de betere van Paarswit. Dat zou mentaal in hun kaart kunnen spelen. Of zeg jij, dat was dan, nu is nu en dat is nu heel anders... Wat druk betreft, bijvoorbeeld om maar iets de te doen. De vorm van Union is nu ook anders dan in het, uh, dan in het reguliere seizoen. Uh, het einde, naar het einde toe hebben ze toch wel van die voorsprong uh, heel veel zien slinken. Uh, Bruggen heeft een, een goede uh, vormpiek gehad en Union iets minder op het einde. Uh, dat had misschien ook veel te maken met, uh, met Van Zeijer die er niet bij was, is er nu terug bij. Uh, dus ja, het, is, het was even een, een, een ander Union dan dat we gewoon waren. Het was vaak uh, moeizaam. Uh, maar nu zijn die play-offs daar en zijn ze naar Spanje geweest om zich voor te bereiden. Dus ik denk dat ze mentaal wel volledig klaar zullen zijn. En dat is bij Anderlecht dan weer het, uh, het moeilijke verhaal, hè? het mentaal oplapwerk na het verliezen van de beker. Uh, zij moeten een soort van teleurstelling ombuigen in een gerechtigheidsgevoel uh, dat ze toch wel Europees willen halen nu dat het uh, mislukt is via de bekerweg. Vreemd dat ze die flow uit de reguliere competitie niet helemaal hebben kunnen doortrekken in die beker. Het ging wel goed, maar ja, die, die, die doelpunten... Ja, over één wedstrijd heb je, heb je altijd van die, van die wedstrijden. Schrik om te verliezen zat er bij, de, bij beide teams in. Uh, en dan gaat het over, over, over details. En uiteindelijk, ja, als het penalties worden, dan, uh, dan zijn het uh, ja, minimi, minimale uh, details die het verschil maken voor, uh, voor zo'n uh, wedstrijd. Welke uitslag voorspel jij? Ik denk dat Anderlecht zeer gebrand is op ererstel, direct goed in die play-offs zitten. En dat Union door het mindere puntenaantal dat ze de laatste weken gepakt hebben en de druk op de leider in die play-offs. Dat Anderlecht toch wel 1-2 gaat winnen op Union. Want B-win, daar verwachten ze met 237 tegen 280, toch meer Union dat aan het langste eind gaat trekken. Ja, maar dat is een gevoel dat ik heb. Ik, uh, Union heeft mij dit seizoen al, uh, al heel vaak verrast in de positieve zin. En uh, nu staan ze daar op, uh, op plaats één. En dat is toch een... Ja, iedereen is heel, plots heel kort geweest en geen misstap mogen veroorloven. Iedereen gunt het hun. Maar nu moeten ze het gaan doen. En dat soort truc, uh, ja, dat, dat, dat vergt toch heel veel van de spelersgroep. Ja, uh, Club Brugge, dat krijgt uh, Antwerpen op bezoek. En de opdracht voor Club is, net zoals voor alle andere ploegen trouwens, winnen en vooral uh, blijven winnen. En al is Antwerpen een stukje tegenstander, als ze in Brugge die titelambities blijven koesteren, dan is dit een must-win. Ja, thuiswedstrijden uh, moet je sowieso winnen. In de play-offs wil je een rol van betekenis uh, spelen. Uh, dus ja, ik denk inderdaad dat Brugge. Gebrand is op een goede start en dat ze ook misschien wel rekenen op uh, ja, wat ik zeg van Union, dat ze die, die leidersplaats, dat dat toch een soort druk meegeeft. Uh, en dat zal gelijk op gelijke hoogte kunnen komen. Dus dan, uh, dan is het helemaal open. Uh, dus Brugge moet een goede start nemen, want een goede start in, in de play-offs is, uh, is gewoon cruciaal. Tegen Mechelen ging het uh, alvast vlot. Hè. Vloeiende acties, uh, snel, technisch ja, de, de, uh, zeer sterk. De laatste weken van Club Brugge waren gewoon uh, uitmuntend en heeft Schreuder daar echt wel iets uh, op poten gezet. Uh, goede, goede transfers, ook nog inkomende transfers nog gedaan, die die groep nog versterkt hebben. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat het voor Brugge nog allemaal kan. Waardoor Schreuder in beeld komt bij Ajax. Dat ja, is misschien slecht ja, nieuws voor Brugge. Ja, dat kan, maar uiteindelijk moet hij dan eerst uh, misschien wel hier de titel pakken om dan in Ajax uh, te kunnen zeggen, ik kan het in België, dus waarom Nederland niet? Uh, Antwerpen kwam in eigen huis tegen Cerkel niet verder dan een gelijkspel. Uh, het blijft bij Antwerpen daar toch voor mij een beetje hinken op twee benen. Hè? Ja, ze zitten in de hoogste play-offs, maar gaan ze daar een rol van betekenis kunnen spelen? Of doen we ze daar tekort mee, als we zoiets zeggen? Daar doen ze zeker tekort mee, want het is nog altijd een ploeg met enorm veel ervaring. En ervaring wil ook zeggen dat hij met druk kan omgaan, want je hebt al veel meer meegemaakt. Dus Antwerpen is wel een ploeg die in dit soort fases. Misschien wel uh, ja, de stabielste zal zijn. En dat ze weten dat ze niet 90 minuten de beste ploeg moeten zijn. Dat het resultaat telt. En dat hebben we van Antwerpen uh, ja, een heel seizoen lang gezien. Dat dat wel kan. En dat dat echt wel in die ploeg zit. Um, en nu gaat het niet meer over een mooi voetbal. Het gaat nu over resultaten pakken. Resultaten uh, neerzetten. En dat kan Antwerpen. Dus ik denk dat Antwerpen zeker een, uh, ja, een ploeg is die. Uh, die kans maakt, maar ja, dat maken ze in het begin natuurlijk allemaal. Maar, maar, maar hoor ik je nu zeggen: toch meedoen voor die titel en meer zijn dan een, een mogelijke stoorzender? Als, als, als ik zeg dat thuiswedstrijden belangrijk zijn en je kan uh, gaan stunten opbruggen en al direct uitpunten in uh, meepakken naar huis, ja, dan, dan heb je eigenlijk al een misstap die je kan veroorloven in de thuiswedstrijd. Maar, dan heb je natuurlijk ook een goede start en vertrouwen. Dus het is altijd uh, een goede start, is daarom belangrijk. En volgende week zeg ik hier waarschijnlijk allemaal andere dingen, Jan. Maar, maar het is wel gewoon zo dat, uh, dat de start. Dat is het leuke. Dat is het leuke ja, dat is in die play-offs kan het heel snel gaan. En, en als Antwerpen een goede start neemt, ja, dan doen ze direct terug mee. Uh, welk eindresultaat zeg jij hier? Ja, ik ga toch voor de kwaliteit op het veld. En uh, Brugge heeft ook die ervaring. Uh, Thuiswedstrijd, uh, het publiek had er vol achter. Dus ik denk een uh, 3-1-overwinning voor Club Brugge. Ja, bij Biwin geven geven 1,55 voor Brugse winst, 5,50 voor een Antwerpse overwinning en met 4,33. Lijkt een droner ook eh, eerder twijfelachtig. Ja, dat is duidelijk kant kiezen. Ja, maar uh, iedereen, uh, of elke ploeg kan verrassen in die play-offs. Dus, uh, waarom Antwerpen niet? Maar de logica zou inderdaad zeggen dat Brugge die, die punten thuis houdt. Oké. Okay. Uh, in de Europe-play-offs uh, is de eerste opdracht voor KV Mechelen een thuisopdracht tegen Chalorouan. Eén puntje staat het uh, in de stand in het nadeel van Wat. Dus dan is een zegen sowieso een stap uh, voorwaarts zetten. Hè? Ja, absoluut. Uh, ik denk dat er zeven punten, uh, nee, 5, 5. 8, 5 punten achterstand zijn op Gent. Maar Gent heeft al een Europees ticket, dus daar gaan we straks wel over babbelen. Ik weet niet hoe dat die, gaan, uh, die die play-offs aanvatten. Uh, maar Mechelen en Charleroi zijn dan misschien wel de, ja, de grootste kanshebbers om, ja, om over Gent te gaan, als dat nog mogelijk is. Uh, Charleroi, dat blijft een moeilijk te bespelen ploeg. Uh, met die 3-1 tegen Zultewaardegheim hebben ze nog maar eens laten zien dat het een ploeg is om gewoon rekening mee te houden. Ja, inderdaad. Natuurlijk, Warham is geen referentie naar, naar Mechelen toe. We hebben toch een heel ander seizoen. Uh, maar Charleroi heeft een heel goed seizoen gedraaid tegen alle ploegen buiten de ploegen van de top 4. Ja, oké, okay, dan, uh, dan kan je tegen de ploegen van uh, plaats 5 tot en met 8 uh, waarschijnlijk ook wel wedstrijden gaan winnen. En dan is het ook weer belangrijk, van, ja, win je die eerste wedstrijd? Want ik denk dat Mechelen misschien wel de grootste uh, uitdager is. Omdat Genk te wisselvallig gespeeld heeft dit seizoen. Maar Mechelen heeft wel... Aanvallende kwaliteiten getoond. En als zij het fysiek kunnen volhouden wat ze gedaan hebben de rest van het seizoen, dan, uh, dan lijkt dat ook nog een leuke uh, play-off te worden. Wat is uh, jouw eindscore hier? Ik ga voor het Mechels enthousiasme thuis. Het uh, thuispubliek zal uh, er vol achter staan. Ik denk een 2 1 zegen voor KV Mechelen. Ja, voor Bibi is KV Mechelen met 235 tegen 275 favoriet. Het verschil is niet zo groot. Nee, inderdaad. Het is een wedstrijd die beide kanten op kan. Maar als uh, Mechelen uh, zijn sterkhouders in een goede dag zijn dan, uh, dan denk ik dat ze meer kwaliteiten hebben of genoeg kwaliteiten hebben om uh, Charleroi te kloppen. Uh, Kersver Bekerwinnaar Gent neemt het op eigen veld op tegen Racing Genk. Het start met een bonus van vier punten op Charleroi en vijf op uh, Genk en KV Mechelen. Uh, ja, als die flow van het competitieslot kan worden aangehouden, dan lijkt playoff 2-winst niks in de weg te staan. En de beker geeft dan ook een, ja, een mentale boost of misschien flanelle benen van het feest? Uh, ja, die eerste wedstrijd zal inderdaad misschien nog flanelle benen kunnen zijn uh, van, het, van al het feestgedruis. Uh, maar ik denk vooral dat het. Uh, ja, wat gaat Gent doen? Hè? Er zijn toch een aantal jongens die minder gespeeld hebben. Uh, wil je die met oog op volgend seizoen nog speelkansen geven om te zien dat je die wilt, wel al dan niet wil behouden? Aan de kern, jonge, jonge gasten uh, kansen geven. Uh, van alles kan, omdat ze dat Europees ticket al op zak hebben. En dan is het heel vaak moeilijk om uh ja, om, om een uitslag gaan te voorspellen, want je weet nooit wie, welke elf die gaat starten. Als je met de basiself uh, altijd aan de, aan de playoffs, en je moet nog Europees halen, dan is dat makkelijker te voorspellen. Nu is het van ja, oké, okay, wat gaat hen doen met welke spelers? Uh, blessures, er gaan geen risico's meer gepakt worden met, uh, laat of zeggen, Vadis die een beetje last heeft van zijn knie, die gaat rusten, want het volgende seizoen is belangrijk. Europese start zal ook. Uh, um, het zal weer een lang seizoen worden, ze hebben nog veel wedstrijden gespeeld. Dus dat is een ploeg die we eigenlijk, uh, dat voor mij toch heel moeilijk te voorspellen is hoe dat die aan de aftrap gaan komen van die play-offs. Hoe is het met de druk bij Gent, uh, Genk? Want uh, daar moet een goede beurt in, dat is de play-off 2, een beetje hun seizoen recht trekken. Hè? Inderdaad en ik denk dat ze dat ook wel beseffen en dat ze ja, er alles aan zullen doen om een goede start te nemen uh, met veel enthousiasme en als ze uh, tegen een Gent komen die nog het relax aandoet, dan denk ik dat ze ook wel heel veel kans maken. Hoeveel wordt het daar? Ja, ik denk omdat Genk moet en dat Gent niet meer moet, dat de ploeg die het meeste gaat willen, gaat winnen. En dat de supporters het niet eens erg gaan vinden omdat ze net die beker gewonnen hebben. Dus ik zeg 0-2 voor Genk. Oei, want bij Biwin zien we 1,93 tegen 3,80. Die verwachten geen Limburgse stunt. Nee, het, maar ik zeg het nogmaals. Ik, ik ga ervan uit dat er enkele jongens die problemen hebben en die minder gespeeld hebben, uh, dat die misschien wel kansen gaan krijgen. Uh, waardoor dat je misschien een rare ploeg krijgt en dat de samenhang niet gaat zijn zoals de in week. Tot slot nog even kort uh, iets over het barrage duel tussen RBDM en Serijn. Frank, wat, uh, wat verwacht jij daarvan uh, van scoren? Ja. Uh, ja, dat is wel een belangrijke wedstrijd hè, over twee wedstrijden. Dus ik denk dat het, uh, de eerste wedstrijd een beetje afwachtend zal worden. Uh, RWDM in een goede flow, Serai, uiteraard niet. Maar wel goede spelers om, uh, om iets te kunnen gaan doen. Ik denk dat de eerste wedstrijd een beetje een non-match gaat worden en dat dat op 1-1 zal eindigen. Ofzo. Ja, dat verwacht Biwin ook wel een klein beetje. Hè, want 2,65 voor RWDM en 2,55 voor Serai. Een klein verschil met een licht voordeel voor de Luikenaars. Ja, daar kan ik me helemaal in vinden. Ik denk dat ja, RWDM gaat, uh, waarschijnlijk er waarschijnlijk alles aan willen doen om in 1A uh, ja, in, in te geraken. Maar Serije wil er natuurlijk ook niet weg. En natuurlijk is het dan ook de spanning over die twee wedstrijden. Is het, uh, ja, Is het uh, direct een goede start van Serreia? Ja, dan kunnen ze het thuis afmaken. Maar ik denk dat ze ook niet blind in het mes gaan willen lopen. Want uh, RBDM heeft ook wel ervaring in die ploeg. Oké, okay. uh, dit was uh, Friday Night Food. Uh, Frank, bedankt voor de uitslagen en de analyse. Graag. Uh, en u bedankt uh, voor het kijken. Voor nieuwe klanten heeft BWIN weer een uh, prijsboost kaas staan voor de Clash of the Week. Wie bij Union onderlegt inzet. Dat beide ploegen in de eerste helft scoren. En die kans lijkt me helemaal niet ondenkbaar. Kan daar twintig keer zijn inzet winnen in plaats van de oorspronkelijke vier keer. En dat met een maximum van 100 euro. Geniet van de play-offs. En dat weet u, dat kan alleen op 11 Pro League. Tot volgende week. Bye bye.